Hallo chauffeurs, ik ga jullie wat vertellen over de Volvo Work Remote. En als je een speciale truc hebt, haaksystemen of met kraanwagens, meerdere assen, dan heb je vaak zo'n Work Remote bij de hand. Waarom heb je die? Omdat je dan buiten bij de auto niet steeds terug naar de cabine hoeft om een aantal functionaliteiten te bedienen. Hij zit tegen de A-stijl van de bestuurderskant. Je kunt hem er zo uittrekken. En als je hem aan wil zetten, zorg je ervoor dat je hem even ingedrukt houdt op de aan- en uittoets. Het Volvo-teken verschijnt en hij zal vanzelf aangaan. Je kunt hem meenemen in je overal, in je werkjas en je overjas. Meestal heb je dat toch als je met dit soort werkzaamheden te maken hebt. Heb je dat nou niet, dan leveren wij daar een mooie gesp bij die je aan je riem kunt maken. En je kunt hem zo in elkaar klikken en aan de broek of aan je werkbroek meedragen. Je hoeft hem niet elke keer aan en uit te zetten, want als je hem gebruikt hebt, kun je hem gewoon terughangen en dan zal hij altijd actief blijven. Je ziet, het scherm valt vanzelf uit. Maar let op chauffeurs, er zit geen ketting aan, dus zorg ervoor dat als je er buiten mee gewerkt hebt, dat je hem niet overal maar klakkeloos neerlegt, want als je op de A2 rijdt, en je denkt, waar heb ik hem gelaten? Ja, ga hem dan maar eens terugzoeken. Dus zorg ervoor, voordat je gaat rijden, dat je altijd weet, ik heb hem bij me. Ik zal jullie nu de functionaliteiten laten zien die je kunt gebruiken. Maar let op, alles wat ik hier nu laat zien is ingesteld op deze truc. En er zijn meer instellingen of zelfs minder instellingen mogelijk. Kijk maar mee. We hebben hier de Volvo Work Remote. En hier op het scherm zien we vier stukken staan. We zien hierboven, onder, links en rechts. Dit is geen touchscreen, maar je bedient ze met de knoppen die je hier ziet. De pijltjes omhoog, omlaag, links, rechts. De aan- en uitknop. En als ik jullie even wil laten zien dat we bijvoorbeeld het gewicht willen zien. Wat doen we dan? Dan drukken we op deze knop. En als we die dan indrukken, dan gaan we dus het menu in van de gewichten. En dan zie je daar de aslasten komen. Door op Escape te drukken, gaan we eentje terug. En als ik de verlichting wil zien, druk ik nu met de scroll de pijltoets naar links. En komen we in het volgende menu. Als we in het volgende menu zitten, werken deze pijltjestoetsen om te scrollen naar links, naar rechts, naar boven, naar onder. En om een keuze te maken en die te bevestigen, drukken we op OK. Dus als ik in dit geval mijn achteruitrijlampen aan wil zetten, scroll ik naar rechts en door op OK te drukken, zet ik mijn lampen aan. En je ziet nu een oranje LED-balk komen. Door nog een keer te drukken, gaat die weer uit. Escape is als het ware iedere keer een pagina terug. Hierboven zien we 1, 2 en 3 staan en daar kunnen we onze voorkeur in zetten. Dus hebben we een bepaalde functionaliteit die we vaker nodig hebben, kunnen we die programmeren op 1, 2 of 3. De onderste, het menu, daar zal ik even ingaan nu. Ik druk naar beneden. Hier zie je wat meerdere mogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld de motorregeling, de motor aan-uitzetten, je PTO aan-uitzetten. Je kunt je ook kiezen voor bijvoorbeeld je rijniveau. Of als je veel op een boot of een trein zit, kun je veerpontniveau pakken dat hij de luchtballen leeg laat lopen. En door weer een paar keer op Escape te drukken zitten we in het hoofdmenu. We hebben rechts onderin een slotje zitten. En door op dat slot te drukken, kan ik bijvoorbeeld de truc vergrendelen. Nogmaals, zo'n Work Remote, Volvo Work Remote, wordt ingesteld naar gelang de wensen van de klant en veel dingen zijn mogelijk.